Hallo allemaal, eindelijk kan ik wat gaan vertellen over het prachtige nieuwe Robberoes album Happy Family. Eindelijk is het zover dat ik de video kan brengen die ik eigenlijk een maand geleden had willen brengen. Maar door allerlei omstandigheden is dat helaas anders gelopen. Maar nu is het dan zover en ik heb zo ontzettend veel te vertellen. Bijvoorbeeld even over die outfit die ik aan heb. Wat is daar toch mee? Of die Robberoes figuur die je hier naast me ziet. Die je ook nog nooit eerder in een van mijn video's gezien hebt. Maar het allerbelangrijkste wat ik wil vertellen is natuurlijk dat ik dit album hier heb. Robberoes Special Happy Family. Het eerste album van een drieluik. En deze reeks wordt geplaatst naast de bestaande Robberoes reeksen. Want er zijn er meerdere. Het meest bijzondere hieraan. Hij wordt gemaakt door een Vlaams duo. Charles Cambray en Marc Legendre. Ik denk niet dat ik die hoef te introduceren. En dat is compleet hun idee geweest. Zij waren fan. Zij wilden heel graag een Robberoes verhaal maken. En zij hebben de stoute schoenen aangetrokken. En een mail gestuurd naar Ballon Media met de vraag. Mogen wij misschien... Nou, dat was echt binnen nota gewoon beklonken. En nu ligt hij in de winkel. Nou ja, hij ligt al een maand in de winkel. Jammer genoeg, ja, kom ik zo later mee. Sorry, ik had het echt eerder willen doen, maar dat lukte niet. En het echt een prachtige voorkant en ook een prachtige achterkant. Dit vind ik echt ontzettend mooi om te zien. En wat dat betreft ben ik meteen al een hele grote liefhebber geworden van de manier waarop Charles Cambray Robberoes tekent. Bij de promotie van het album werd gezegd, voor het eerst in 79 jaar wordt Robberoes gemaakt door een Vlaams duo. Leuk, gaan we even terugtellen in de tijd. Van 2017, 79 jaar terug, dan komen we uit op 1938. En dat is een heel bijzonder jaar in de geschiedenis van Robberoes. Want dat is het jaar waarin Robert Velter, oftewel Rob Vel, voor het allereerst Robberoes tekenen, oftewel Spirou destijds. Al die tijd zijn de verhalen altijd oorspronkelijk in het Frans verschenen, vertaald naar het Nederlands. Vooral door Ballon Media, die hebben daar heel veel aan gedaan. En nu is het een keer andersom. Nou ja, andersom. De Fransen moeten zelfs nog een tijdje wachten, want dit album is voorlopig alleen in het Nederlands te krijgen. En het wordt een drieluik, om mee te beginnen. We gaan natuurlijk even kijken van hoe slaat dit aan. De bedoeling is dat dit album aan gaat spreken naar eigenlijk de hele familie. Het wordt namelijk ook aangegeven als een strip voor de hele familie. Dat is een beetje de bedoeling. En dan denk ik, ja, maar is dit dan niet voor de hele familie? Natuurlijk, deze strip kan ook door de hele familie gelezen worden. Maar de sfeer in deze verhalen is toch wat anders. Ja, Robberoes is in de loop der tijd toch wel wat veranderd in zijn avonturen. En die zijn toch wat soms wat grimmiger en wat donkerder geworden. En niet meer zo vrolijk als bijvoorbeeld in de tijd van Franquin. Wat dat tekenwerk betreft en die sfeer betreft, laat ik meteen even gewoon de eerste plaat zien. Ja, ik vind die zo ontzettend mooi. Gewoon alles wat je in die plaat ziet. De prachtige kleuren. De hele layout. We gaan in dit avontuur terug naar Rommelgem. Want natuurlijk ook de graaf van Rommelgem speelt hierin een rol. Het is een lekker ongecompliceerd avontuur. Met heel veel humor. Met heel veel slapstick. Met ook heel veel actie erin. Een soort roadtrip voor Robberoes. En ja, je zou zeggen kwabbernoot. Maar Robberoes is toch onderweg met iemand anders. En dan wijs ik weer even naar de voorkant. En dat stukje vergeet ik gewoon even helemaal te zeggen. Ik zeg al, er is zo ontzettend veel over te zeggen. Maar als ik even terug ga denken naar de allereerste teaser die gepost werd. Dat was namelijk deze. Dat silhouet van Robberoes met een vrouw en een kind. En dan denk je al van, en dat zie je hier ook op. En dan denk je al van, zou het toch gebeurd zijn? Zou de verstokte vrijgezel na 79 jaar toch gevallen zijn voor de charmes van een vrouw en een gezinnetje hebben. Dat zou natuurlijk een hele interessante aanpak zijn van een nieuwe reeks van de Robberoes. Ik moet niet te veel gaan vertellen, want ik wilde, mocht je het album nog niet hebben, bedoel, hij is al een maand uit ongeveer. Dus het kan zijn dat je hem al hebt, maar voor diegenen die hem toch nog niet gelezen hebben, die toch nog getwijfeld hebben van zal ik het doen, zal ik het niet doen, wil ik niet te veel weggeven. Ga dit album halen. Het is een ontzettend leuk verhaal. Het is prachtig getekend. Ik zeg al, de hele sfeer van Franquin, die vind je terug hierin, maar dan op de manier van Charles Cambray. En je ziet ook gewoon dat het echt zijn stijl is. Het is echt niet zo dat hij probeert Franquin na te apen of dezelfde dingen te doen. Nee, Marc en Charles geven hun eigen draai
aan het hele Robberoes gebeuren. En ik vind dat ze het fantastisch gedaan hebben. En ik ben ontzettend benieuwd naar de volgende albums die gaan komen. Dat deze video op 29 juni online komt, dat is niet toevallig. Toen ik eenmaal het punt weer bereikte dat ik dacht van, jongens, ik kan eindelijk weer een video over Robberoes gaan maken. Ja, toen had ik zoiets van, wanneer ga ik dat doen? En toen dacht ik, weet je wat, ik pak het even aan het eind van juni. Ik pak het op 29 juni, want die datum is bijzonder. Die is bijzonder, want 2 maanden geleden, op 29 april, mocht ik een bezoek brengen aan het kantoor van Ballon Media in Antwerpen. En toen vertelden ze mij over dit album, over die hele vernieuwing, die hele nieuwe reeks van Robberoes. Ze vertelde me dat Charles en Mark de reeks maakten. Ik mocht toen al het album even inzien. Nou, dat vond ik natuurlijk helemaal fantastisch. Ik moest wel een maand lang mijn mond houden. Ik mocht nergens over praten, niks over zeggen. Dat was heel erg moeilijk. Ondertussen ging men bezig met een campagne om ambassadeurs te werven om deze reeks te gaan promoten. Nou, dat is natuurlijk echt heel leuk. Maar een maand later, op 29 mei, was er weer een bijzondere gelegenheid. En ook daar was ik aanwezig. En daar heb ik wel wat beelden van geschoten. Alleen helaas was de audio-kwaliteit gewoon niet goed genoeg dat ik daar echt een mooie reportage van kon maken. Maar ik ben geweest bij de presentatie van dit prachtige Robberoes album. In een kapelletje in Antwerpen, een hele sfeervolle locatie. Ontzettend leuk gedaan met een hele klas met kinderen erbij. Nou, dat is dus een van de doelgroepen natuurlijk. Hè. De hele familie is een doelgroep, maar vooral even natuurlijk ook de jeugd, die misschien Robberoes nog niet kent. En ja, dat was ook een hele bijzondere happening. En dat brengt mij dan natuurlijk even bij de outfit die ik aan heb. Want er waren op Facebook, had ik even gezien dat er een comment was. Iemand die had het over dat ik eruit zag als lambiek. Ik wou zeggen Jeroen, maar nee, lambiek. Dan denk ik, ja, dat ligt natuurlijk aan mijn haar. Ik heb niet dat gele haar wat Kwabbernoot wel heeft. Maar valt je niet iets op? Kwabbernoot, blauw jasje, wit overhemd, rood strikje. Juist, ik liep daar rond als Kwabbernoot. Dat was mijn bedoeling helemaal. En misschien moet ik nog een keer een pruik met geel haar regelen. Dan ziet het er wat beter als Kwabbernoot uit. Maar dat was mijn doel. En het leuke was, bij die presentatie was ook iemand in een Robberoes outfit. Ja, wij stonden natuurlijk ook even gezamenlijk op de foto. Dat was natuurlijk echt heel erg tof. En ja, van een hele bijzondere happening. En heel geweldig, heel passend bij dit prachtige nieuwe album. Nou ja, en daar mocht ik deze cut-out meenemen van Robberoes. Nou ja, een levensgrote Robberoes voor in mijn huis. Dat vind ik natuurlijk fantastisch. Die moet nog een mooi plekje gaan krijgen. Maar ik dacht, ik ga hem zeker bij deze video even betrekken. Ik kan nog veel meer gaan vertellen, maar dat wil ik niet doen. Want ik wil zo min mogelijk verklappen van het verhaal. Je moet dit echt, als je hem nog niet gehaald hebt, ga hem halen. Want hij is echt ontzettend leuk. Het is heerlijk om te lezen. Hij is prachtig getekend. Een feel-good verhaal. Nou, wat wil je nog meer? Robberoes special. Happy family. Een nieuwe strip voor de hele familie. Ga hem halen bij de stripwinkel. En ik ben benieuwd, wat vond je ervan? Laat het als een comment achter onder deze video. Ik wens je in ieder geval heel veel leesplezier.